Nou, dat heeft denk ik belangrijke. Zij heeft belangrijke dingen verteld wat we Europees moeten gaan oplossen, dus eens. Ja, dus u was hartstikke blij. Hartstikke blij. De rode lijn was één gemeenschappelijk Europa en ze trekt nog meer regie en macht naar zich toe en u betaalt de rekening. Nee, nou, volgens mij moet iedereen meehelpen om deze rekening te betalen. 140 miljard is een hoop geld. De commissie trekt overigens op sommige punten wel een vrij grote broek aan, moet ik zeggen. Maar op zichzelf is de zoektocht om de consument te helpen met deze hoge energierekening hartstikke terecht. En over welke grote broek hebt u het dan? Nou, dus, ik heb nog niet alles helemaal precies kunnen zien, maar er zijn allerlei wetgevende voorstellen. Denk bijvoorbeeld aan het introduceren van nieuwe belastingen op Europees niveau. Zeker. Nou, dat is wel nieuw, hè. Normaal gesproken vinden wij het over het algemeen dat belastingen toch een nationale aangelegenheid moeten zijn. Zeker. En de truc die ze hiervoor gebruikt is dat ze artikel 122 inroept. Dat is een beetje technisch, maar eigenlijk zegt ze daarmee mag ik ook het parlement uitschakelen. Mag ik dit gewoon doen? Ja. Daar zitten ook wat terugwerkende krachtelementen. Dus de zoektocht is er echt nogmaals. Ik ben blij dat ze deze stevige speech geeft. Maar als je kijkt naar de precieze uitvoering, dan is er echt nog wel wat op aan te merken. Ja, en dus is mijn vraag, is het eigenlijk haalbaar wat ze heeft geroepen? Nou ja, dat valt echt te betwijfelen. Ik denk dus dat het bijvoorbeeld rond die belastingen met terugwerkende kracht of het idee dat je de energiemarkt even op kan snippen, kan knippen en allerlei prijscaps, zoals het dan heet, in kan voeren. Dat is echt vooral een wil. Of het echt kan, dat weet ik nog niet. Nee, u hebt grote twijfels bij de uitvoerbaarheid van haar plannen. Ja.